Ja, dank u wel, voorzitter. Want we kennen de PvdA als de partij die altijd roept de huren moeten omlaag. Maar de PvdA is ook de partij die altijd zegt onze immigratie moet ruimhartig zijn. En de PvdA is ook een partij die zegt geef al die asielzoekers voorrang op die huizenmarkt. Is de heer De Hoop wel, kan de heer De Hoop daar ook verantwoordelijkheid voor nemen? Kan de heer De Hoop erkennen dat de PvdA ook staat voor dat ruimhartige immigratiebeleid en dat al die hoge huren en die hoge prijzen op onze woningmarkt natuurlijk ook veroorzaakt worden, niet alleen door schaarste aan woningen, maar vooral ook door een enorme bevolkingsgroei. En daardoor zijn al die Nederlanders staan op achterstand. Voelt de PvdA ook verantwoordelijkheid daarvoor? De Hoop. Voorzitter, ik zie als je voornamelijk naar de sociale huursector kijkt, dat daar een giftige cocktail is ontstaan. Die giftige cocktail die is ontstaan doordat er veel minder sociale huurwoningen zijn bijgekomen. Mede door de verhuurdersheffing die in het kabinet Rutte 2, waar Partij van de Arbeid onderdeel van was. Nou, dat is dan even de verantwoordelijkheid die ik daarvoor wil nemen. Dan hou ik er daarna ook mee op, zeg ik tegen de heer Matlener. Want als ik kijk wat er in Rutte 1 allemaal gebeurd is met de woonsector, word ik daar nog veel ongelukkiger van. Maar dan heeft hij die in ieder geval van mij gekregen. Als je daar ziet hoe weinig sociale huur er over is gebleven, en als je ook ziet dat de sociale huur ongelooflijk gekrompen is, dan ontstaat er schaarste. En alles wat toegevoegd wordt bij schaarste zorgt voor extra druk. Dus je kunt natuurlijk niet ontkennen dat meer immigratie leidt tot meer schaarste in de woningmarkt. De vraag is, komt dat door de mensen die erbij zijn gekomen? En ik trek dat echt in twijfel en ik werp dat verder van mij. Dat komt omdat er niet genoeg sociaal gebouwd is. En dat is het grote probleem. En ik denk, als je vooruitkijkt een aantal jaren verder, dan zul je demografie ook nodig hebben. Ik vond het rapport van de staatscommissie daarin ook heel helder. Een verantwoorde groei is ook nodig om sociale voorzieningen in het land in stand te houden. Dus we hebben ook mensen nodig. En in de tussentijd moeten we vooral heel veel meer bouwen. Vooral ook veel meer bouwen in de sociale sector. Zodat iedereen die daar recht op heeft, dat die ook aan een woning toekomt. Daar zit een probleem. En je moet daarbij erkennen dat ook migratie daar een klein onderdeel van is. Maar ik denk dat dat helemaal niet het probleem is. En ik vind ook dat wij de plicht hebben om daar een oplossing voor te bieden. En daar staat GroenLinks Partij van de Arbeid voor. En die morele en bestuurlijke verantwoordelijkheid, die zullen wij daar ook altijd in nemen. Matlener, PVV. Ja, voorzitter, dit was natuurlijk een heel lang, maar ook heel ontwijkend antwoord. Zoals we dat kennen van een goede debater als de heer De Hoop. Ik vind het wel jammer, want als je enerzijds zegt, ja, de schaarste is natuurlijk de oorzaak van die enorme hoge prijzen op de woningmarkt, zowel huur als koop. En tegelijk zegt, ik sluit mijn ogen voor immigratie. Het is alleen het bouwen wat we te weinig hebben gedaan. Ja, dan vind ik dat een onjuiste voorstelling van de werkelijkheid. Zo is het namelijk niet. De 18 miljoenste Nederlander wordt hier binnenkort verwacht. En die bevolkingsgroei is gewoon veel sneller dan onze bouwsector kan bijhouden. En als we zo doorgaan, zeg ik tegen de heer De Hoop, als we dus niet die immigratie keihard aanpakken, dan heeft dat bouwen helemaal geen zin. Je kunt niet opbouwen tegen 100.000 nieuwe mensen per jaar. Dat gaat niet. En we zien in Den Haag al dat de helft straks van de sociale huurwoningen met voorrang aan asielzoekers wordt gegeven. Ik hoop dat de PvdA, ik vind De Hoop een aardige collega, moet ik zeggen, maar ik hoop wel dat die ook een reëel verhaal wil houden, ook voor zijn achterban. De Hoop. Voorzitter, ik zal vandaag zeker een reëel verhaal houden. Niet alleen voor mijn achterban, maar voor alle achterbannen hier. Want ook het grootste gedeelte van de PVV-kiezers wil heel graag dat die huren naar beneden gaan. En dan, voorzitter, ja, als we dan wat aan migratie zouden doen, dan zou ik toch zeggen tegen de heer Matlener, laten we vooral ook kijken naar arbeidsmigratie. En waar ik moeite mee heb, is dat de PVV altijd wijst richting de kwetsbare asielzoekers die hier naartoe komen, terwijl dat verreweg de kleinste groep is als je daarnaar kijkt. Heb het dan over andere groepen ook met betrekking tot migratie, en dat weigert de PVV en helaas ook de heer Matlener vaak te doen. Maar ik neem het compliment ter harte en ik zal niet alleen voor mijn kiezers, maar ook voor die van de heer Matlener vandaag mijn best doen. En als hij dat zelf ook doet, dan zal hij voor deze wet gaan stemmen, denk ik.